Ik hoop dat jullie het een beetje gaan monteren, zeg, want dat verhaal, het hele verhaal achter elkaar. Dat, maar goed, heb je. Dat was. Niet direct op de academie al, want in de academietijd die ik heb meegemaakt was nog een hele ouderwetse academie, arts en crafts academie eigenlijk, waar je alle mogelijke kunsttechnieken leerde, schilderen, beeldhouden, aquarelleren, batikken, decoratief glas en lood, dat soort dingen allemaal. En we hadden überhaupt geen les in typografie, fotografie was verboden. Al dat soort dingen waren er gewoon niet. Dus het was een hele oude, vooroorlogse academieopleiding. Maar van typografie wisten we überhaupt niks af, letters nooit niks. Dus toen ik van de academie afging, had ik eigenlijk geen idee wat ik wilde. Ik wist niet of ik schilder wilde worden, want ik schilderde heel veel. Ik heb heel veel geschilderd, ik heb gebeeldhouwd, ik heb gebatikt, ik heb getekend. En wat ik eigenlijk wilde worden, weet ik niet. Ik heb een lange tijd gedacht dat ik modeontwerper wilde worden. En alleen maar omdat ik voor mijn moeder jurken ontwierp en maakte. En ik maakte mijn eigen kleren die op de naaimachine van mijn moeder. Dus ik dacht mode misschien. Even, ik moest 2,5 jaar in militaire dienst. Dus ik had tijd genoeg om na te denken. Een deel van die tijd heb ik ook in kampen doorgebracht. In hetzelfde gebouw waar later de academie in kwam. Dus ik ken dat gebouw heel goed en toen ben ik direct na de militaire dienst ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik dacht, in Groningen moet ik niet blijven, want daar wordt het nooit wat. Oh ja. Dus ik ben onmiddellijk naar Amsterdam gegaan, ja, met een mapje werk van school. En reclamebureaus langs kijken of ik of ze daar voor me hadden te doen. Natuurlijk helemaal niks, niemand, want het mapje van de school was zo waardeloos voor werk wat je op een reclamebureau moest doen. En toen ben ik naar een paar oude collega's gegaan, naar Dick Elvers en naar Otto Treumann. De stoute schoen aangetrokken en bij hun op visite gegaan. En van Otto Treumann zijn werk was ik heel erg onder de indruk. Die heeft me ook het nodige erover verteld. Bij Dick Elvers die zei tegen mij, ik heb wel een baantje voor je. En Dick Elvers die maakte naast zijn typografie en zijn affiches, en die schilderde ook veel, die maakte ook veel tentoonstellingen, ontwierp die. Hij zegt, ik heb een baantje voor je in een tentoonstellingsbouwbedrijf en dan kun je mij mooi helpen met de uitvoering van mijn werk. Nou, daar werd ik prompt aangenomen en heb ik heel veel met Dick Elvers samengewerkt aan zijn opdrachten voor tentoonstellingen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb geloof ik nauwelijks 2 jaar bij dat bedrijf gewerkt, maar in die 2 jaar heb ik heel veel geleerd. En zo ben ik in de tentoonstellingsbouw gerold. Dus toen dacht ik, nou, dit is dan mijn toekomst. Maar van de opdrachtgevers voor het tentoonstellingsbedrijf, waar ik stands voor moest maken enzovoort, wat ik nog nooit gedaan had, maar door die stonkers bij Dick Elvers, kreeg je al gauw in de gaten hoe je dat aan moest pakken. Kreeg ik van opdrachtgevers ook de opdracht om er een foldertje bij te maken voor de beurs waar de stand werd gemaakt. En zo ben ik een beetje de typografie ingerold. En toen ben ik, terwijl ik daar op dat bedrijf zat, die 2 jaar, ben ik ook naar de avondschool gegaan van de Rietveld Academie. Om typografie te leren. Ja. En toen heb ik vanaf dat moment altijd mijn hele carrière door zowel tentoonstellingen gemaakt als typografie en grafische vormgeving. Dat heeft alles te maken met mijn ontmoeting met Zwitserse ontwerpers. Daar ben ik heel erg gegrepen geraakt door de Zwitserse typografie. Door die hele minimale, rustige manier van werk. Voor mij is typografie altijd een middel om tekst duidelijk te lezen. Meer niet. Dus probeer de tekst zo goed mogelijk te typograferen dat ze helder en goed leesbaar is. Dus heb ik wel altijd wel voor ogen gehad dat het ook niet een grijze, vervelende bedoeling moet zijn. Want als je mensen geïnteresseerd wilt houden, dat de typografie wel spannend moet zijn. Dat het wel een spanning moet hebben. Dus je moet proberen mooie composities te maken. Je moet proberen om de tekst op een bladzijde zo te plaatsen dat het uitnodigt om te lezen. Dus dat zijn voor mij basisbeginselen over typografie
die ik eigenlijk altijd nog hanteer. Dat is eigenlijk een initiatief van twee zakenlieden die geïnteresseerd waren in dit vak en die iets zochten. Okay, en, wij, en dat was op het juiste moment, want er waren in Nederland helemaal geen bureaus nog. In 1963 was dat. Er waren geen bureaus. Wij waren het eerste bureau, echt ontwerpbureau. Er waren reclamebureaus. Maar reclame wilden wij niet maken. We wilden alleen vormgeving doen van tentoonstellingen, vormgeving van meubelen, vormgeving van typografie, affiches enzovoort enzovoort. En dat, daar zijn we toen mee begonnen. We hadden namelijk een heel duidelijk idee hoe we wilden werken. Dat is heel streng en heel strikt. Vanaf de jaren 80 is het bureau langzaam maar zeker veranderd. Maar toen was ik er ook al uit. En ik denk dat ik zelf een van de grootste tegenhouders van andere ontwikkelingen was. Doordat ik natuurlijk een eigen mening had en ik verkondigde die mening. En sommige mensen luisterden daarna, anderen werden er kwaad van. Hoe dan ook. Ik ben in 1980 naar Delft gegaan. En bleef alleen nog een beetje adviseur op de achtergrond. Dat heb ik nog 5 jaar gedaan, maar mijn invloed was veel minder toen. En toen zijn er andere mensen bijgekomen. Die hadden van Dr. Vrijthoofd en alle Chris Brandt en noem maar op. Alle grote mensen zijn bijgekomen. En die hebben langzaam maar zeker het bureau een hele andere richting opgeduwd. Ik ben pas in 1993, toen ik met pensioen ging bij Boijmans, toen pas ben ik met de computer begonnen. Ik heb nooit met de computer gewerkt, maar toen ben ik hem zelf gaan aanleren. En heb ik mijn eerste computer gekocht en heb ik gemerkt dat het voor typografie een zegen was. Omdat je namelijk, als je één keer iets in elkaar hebt gezet, dat het apparaat consequent door blijft gaan. Mm-hmm. En wij hadden met onze handmatige typografie, als je op één bladzijde iets had, had je de volgende bladzijde weer een fout en deed de derde bladzijde weer verkeerd, weet je. Dat was allemaal handwerk. En het kostte daarbij 10 keer zoveel tijd. Dus de computer was een zegen op tijdgebied. Want we konden in een half uur doen waar je anders een hele dag mee bezig was. Je kon veel sneller je verschillende variaties maken. Als je een bepaald idee had en je bent aan het schetsen. Normaal zat je bladen vol te schetsen voordat je tot het uiteindelijke ontwerp kwam. Wat je wilde uitvoeren. En op de computer maakte je die varianten veel sneller. Je zag het ook veel helderder voor je, veel ook directer. Mm-hmm. Wij schetsten onze bladzijden met lijntjes en kleine getekende lettertjes en dergelijke. De koppen werden vaak getekend om een indruk te krijgen wat het effect is van iets. En op de computer kon je de echte letter er beneden inzetten. Dus alles bij elkaar heb ik de computer een zegen gevonden. Tegelijkertijd kan ik niet zonder potlood. Ik moet mijn ontwerpen altijd eerst tekenen. En als ik het ontwerp klaar heb, dan ga ik naar de computer en voer ik het uit. Ik zie dat de jonge ontwerpers tegenwoordig, die werken meteen op de computer, die hanteren geen potlood meer. Dat kan ik niet. Ik moet alles eerst tekenen, schetsen. En mijn idee ontwikkelt zich al tekenende, tot ik het idee ongeveer compleet heb. En dan pas ga ik aan de computer zitten om het te verfijnen en om het uit te voeren. De computers waar wij mee begonnen in 1978, dat was de Aesthetics. Dat was een hele grote machine. Een 3-scherm. En met 1 groot blok voor typografie, 1 toetsenbord voor kleur en 1 toetsenbord voor tekeningen maken. Dat was een heel gebruikersvriendelijke computer die fantastisch was. Wow. Ik vond het fantastisch. Ik vind het nog steeds een zegen. Ik wou dat ik 20 jaar later geboren was. Maar ik vind het tegelijkertijd een zegen dat ik het vanuit het handwerkelijke vak allemaal gedaan heb. Het grootste deel van mijn werk is toch gemaakt zonder de computer. Mm-hmm. En dat, daarmee ontwikkel je iets wat op de computer anders gaat. Ik zal niet zeggen minder, maar anders. Mijn manier van